nieuwe video en welkom terug bij The Crew 2. En vandaag gaan we beginnen aan de Drifters Live Summit. Ik weet niet precies wat hierbij zit. Volgens mij is die speciale Lancer Evo die daar rechtsonder ziet staan. Dus we gaan gelijk eens even kijken. We moeten als het goed is ook nog onze prijs ophalen van afgelopen week Summit. Die heb ik niet afgemaakt. Ik heb een paar races gedaan en ik moest nieuwe auto's kopen. En die wilde ik niet kopen, dus... we zitten sowieso in brons. Maar we krijgen sowieso wat fans. Dat is nice. Here we are. En dat is dus de nieuwe Summit, zoals je kan zien. En wij zitten nou inderdaad in brons. Ik vraag me af of er ook wat drift events zijn. Gezien dit een drifting summit is. Maar ik heb volgens mij nooit drift events gehad in een summit. Dus ik ben wel benieuwd. En dit was dus afgelopen week. Niet de meest spectaculaire prijzen. Wij zijn momenteel level 948. Bijna 1000. En dan krijgen wij die Chiron. Die wil ik nog steeds hebben. En hier krijg je niet eens een auto. Wat? De Platinum Reward is een window tint. Daar doen we het voor. Een window tint. Oeh, die skyline. Damn. Alleen, dat is wederom alleen neon. Ben je dit? Oké, dit is echt wel helemaal triest dit. Straight from Sweden. Het zou kunnen zijn dat dat misschien die nieuwe Koenigsegg gaat zijn. Ik heb geen idee. Ik bedoel, Straight Mag, je hebt ook Volvo natuurlijk. Dat zou op zich ook kunnen, Volvo. Ik hoop op de Koenigsegg. Ik zie er al meerdere in de game zitten. Maar we gaan vandaag beginnen aan dit event. Drifters event. Er is dus... Oké, kijk. Er zijn drift events. De enige auto die ik mis is de Lancer Evo 10. En daar zal waarschijnlijk die speciale variant nou van te koop zijn. Oh, die is wel vet hoor. 60.000 crew credits. Dat is wel een hoop. Ik vind hem wel super vet. Ik vind hem echt vet. Misschien dat ik hem zelfs koop van mijn cash. Dat is ook wel een dingetje. We kunnen even die bundel bekijken. Waar zit dit allemaal? Oh, dit is een andere bundel. Dat moet daar wel. Dat heeft niks te maken met deze summit. Deze bundel was 400k, hè? Ik denk wel dat ik het doe. Vijf... Wat? Oh, die auto was 400k. En wat is die andere bundel? Laser Blast. Oh, dat is een... epic. Een epic Civicje. Nice. Ik had verwacht dat die Lancer ook zo'n bundel zou zijn als deze. Die je los moest kopen. Maar hij zit dus gewoon blijkbaar inbegrepen. Vind ik nog steeds raar. Hier gaan we dan. Bijna $600.000 voor twee auto's. Is best prijzig, maar het zijn vette auto's. Dus waarom ook niet. En nogmaals, ik denk dat die Lancer exclusief is voor alleen deze bundel. Dus maakt hem iets specialer. Ik denk dat we zo meteen beginnen met die race met deze Lancer. Maar als eerst ga ik heel even die parts erop gooien. En we kunnen wel customizen, maar ik ben er vrij zeker van dat er letterlijk niks aan te passen valt. Behalve misschien dwelgen. Dus dat is de moeite niet waard. Performance daarentegen is wel belangrijk. Dus dat ga ik even regelen. Oh, wauw. Mijn parts zijn te laag. Nice! Oh, boy. Hij is vet, hoor. Ik ben blij dat we hem gekocht hebben. Hij was prijzig. Bijna $600.000 voor deze auto. Ja, voor twee auto's trouwens. We hadden ook die Skyline erbij. Dus dat maakt het nog wel iets beter. Als nog een hele bak geld. Dan hoop ik dat die ook nog fijn is. Dan zijn we helemaal blij. Eens even kijken of wij 40.000 punten kunnen halen. Oeh, dat is gedaan. Dat lijkt me niet echt bijzonder veel. 40.000, maar we zullen zien. Ik zal oppassen dat ik in ieder geval die muur niet raak. Het belangrijkste bij die drifting races is gewoon zo lang mogelijk die streak opbouwen. Zodra dat je die streak verliest, dan verlies je gewoon heel veel potentiële punten. En daar willen wij iets in te voorkomen. En volgens mij heb ik nou al de 40.000 gehaald, of niet? Want die lijn is al vol. Volgens mij heb ik hem nou... Nee! Oh, ik kon het hem niet raken. We hebben nou al 86.000, juist. Het is wel zonde, want nou is gelijk onze multiplier weer weg. Was eigenlijk niet nodig. Dat was ook een kleine love tap. Daar hoor ik juist bonuspunten voor te krijgen. In plaats van alles kwijt te raken. Dat was een beetje flauw. We hebben straks nog een andere drift race. Dat was met Japanese cars, I guess. Dus we kunnen deze er ook voor gebruiken. Misschien heb ik het ook wel door, misschien niet. Kijk wel even. De laatste secondes. Ja, 130.000 punten denk ik of zo ongeveer. Klopt dat? Nog niet eens. Dat is niet veel. 126.000. Ik ben eigenlijk geneigd om hem nog een keer te doen, want dit was best wel... Het begon goed! En toen crashte ik één keer en toen ging alles bergafwaarts. Nee.
Ik neem geen genoegen met 35.000 punten. No, 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 no. Poging nummer 2. Ik weet dat we meer punten kunnen halen. Ik wil op zijn minst 200.000 punten halen. Op zijn minst. Want we hadden net 130.000 met een slechte run. En ik was gelijk mijn multiplier kwijt. Als je die niet kwijtraakt, dat scheelt zoveel. Dat was ook close. We gaan eens even kijken of we hier meer puntjes binnen kunnen harken. Want het was een beetje triest. Nou heb ik mijn excuus natuurlijk al wel klaar liggen. Dit is de eerste keer dat ik deze auto gebruik voor drifting. Blauwekul. Ik denk dat wij het kunnen. 200.000 moet zeker haalbaar zijn. En ik vergeet trouwens ook dat ik mos heb. En ik moet ook continu blijven driften. Als ik dat niet doe, dan raak ik ook mijn multiplier kwijt. Ook nog een dingetje. Beetje iffy. Maar nog 1 minuutje volhouden en dan is het goed. We zullen zien hoe dit verloopt. Jezus, het ziet er een beetje sloppy uit nou. No! Ah! Ik ging te hard op de rem. Ah, damn it. Nou, dan gaat alles weer bergafwaarts. Nou geef ik het weer op. We hebben in ieder geval meer punten dan net. Ik heb nog ongeveer 40 seconden over. Ja, dit gaat het niet worden. Misschien, het zou op zich misschien nog wel haalbaar zijn. Come on, 20 seconden! Ik heb een multiplier van 40 alweer. Damn. Oeh, daar schudden we weinig langs de muur. Oh nee, ik neem de bocht van de waai. Nou, 10 seconden. Please, geef mij punten. Ik wil 200. Yes! 205. Nog steeds triest. Maar wederom, wat ik al zei. Zodra dat je 1 keer multiplier kwijtraakt, dan heb je eigenlijk al je score verpest. Maar ik heb 40.000 gehaald. Of verbroken. Het zal wel. Het zal wel. Nieuw record. Yay. Wat zullen we nou eens doen? Doen we nog een drift race doen? Of zal ik het nou expres even afwisselen met iets anders? En dan straks weer een drift race. Ik denk dat dat op zich wel een idee is. Dat we nou misschien een street race doen met die Eclipse. En dan afsluiten met een drift race in Japan. En dan volgende week die hypercar race met die Skyline doen. Oh, dat is deze. Wait, what? Oh, dat is die Nissan. Die andere. Deze is die touringcar, inderdaad. Lijkt me op zich een goed idee. Top ideetje. Dan gaan we nou beginnen met de Eclipse. Die vond ik die fijn? Volgens mij wel. Ja, we gaan eens even rijden met de Eclipse. Dat driften, dat heeft mij nooit echt gelegen in deze game. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Forza. Dat driften daar is echt zo chill. Hey, beetje Fast and Furious vibes. Hell yeah. Maar ik zat net te denken. Er zijn eigenlijk maar weinig race games waarbij driften echt leuk is of goed werkt. Want bedoel, niet voor speed is het ook gewoon helemaal bout. In deze game is het niet chill. Forza is het wel chill. Maar welke games nog meer? I don't know. Vroeger had je Grid. Ik weet niet welke, volgens mij was dat Grid 2, waarin driften echt super nice was. Maar in die nieuwe Grid zit geen drifting. Dat is een beetje zonde. Als daar drifting in zat, had ik die game waarschijnlijk echt gigantisch veel gespeeld. Want ik vond het zo leuk om te doen. Maar daar hebben ze weggehaald. En ik weet eigenlijk niet waarom. Het is een beetje flauw. En dit ding rijdt zo lekker. Map, map. Kijk ons gaan dan. Dit ding is echt super nice. Holy hell. In Forza is het super fijn. In deze game. In GTA is hij zelfs nice. Kijk hem gaan dan. Ik moet zeggen dat ik best wel lekker rijd. Ik rem misschien te veel af. Oh, oeh, dat is... Fuck, oké, nou, daar gaat mijn bocht. Ik zag dat ding over het hoofd. Die railing. Ik dacht ook Renko rijden in eerste instantie. En dat was lap 1. Lekker. Ik moet wel zeggen, die parts die op deze auto zitten, vind ik niet echt mooi. Ik zag ook wat comments voorbij komen op die video die ik toen gemaakt had. Van, je hebt die auto helemaal verpest. De bedoeling was dat ik die van de Fast and the Furious na zou maken. En sure, dat is misschien niet de mooiste. Maar dat was mijn doel. Als ik hem mooi zou maken, dan had ik waarschijnlijk en die spoiler er niet op gegooid. Sowieso de livery niet en die kleur niet. Ik heb net een paar bochten een beetje verpest. Maar naast dat rijd ik best wel vlotjes. En nog 10% gaan. Hier hebben we dadelijk die bocht die ik net verprutste. Dat was deze. Was dat die, ja?
Oh, scherp. Yeah, en hier is finish. Ik denk dat dat best een lekkere laptijd was. 100.000 punten op zijn minst. Geef mij. Ik denk dat het 100.000 punten was. 105. Dat scheelt niet veel, maar... We reden wel lekker. Zeker. Maar we gaan afsluiten met deze race. De drift race in Japan. Welke Japanse driftauto's heb ik nog meer? Oh, ja, hier heb je ze. Letterlijk. Mijn beste keuze... Loopt hij nou vast? Oh, nee. Mijn beste keuze is waarschijnlijk... De 370. Al zie ik wel dat die stats lager zijn. Wat de hel? Ik kan me herinneren dat de 370 echt super fijn was. Maar blijkbaar is mijn Lancer het hoogste level. Dus we pakken wel gewoon de Lancer erbij. Ik heb die parts er trouwens niet opgegooid. Die we net al gekregen. Lekker bezig. Maar ja, we gaan met die Lancer verder. Is dit een race? Dit is een race. Dit is een race. What the fuck? Ik zag ineens die auto naast ons staan. Oké, dit is... Oh god. Kan ik die Mitsubishi niet gebruiken die voor ons rijdt? Die hebben we net gebruikt. Die beviel mij prima. Wij moeten... Oh god. Dit slipt gigantisch door nou. We moeten een driftrace... Of een race gaan doen met driftauto's? Oké, ik hou mijn hart vast. Want dit is... Dit ding slipt continu. Oh, dit is wel echt gruwelijke weer als je hier kan driften. Kan ik niet. Fuck. Well. Volgens mij zijn er toch helemaal geen driftauto's waar ik tegen rijd. Ik ben de enige met een driftauto. Denk ik. I don't know. Ik ben wel snel. Dat is mijn geluk. Gewoon eventjes goed gas geven. Dan... Auw. Ik zit weer in een muur. Dan vliegen wij... Ja, dit is niet te doen, jongen. Het is al lastig om met zulke auto's te driften. Omdat ze gewoon zo glibberig zijn. Laat staan gewoon een race rijden. Kijk mij dan, jongen. Ik ga proberen. Vanaf nu. Oh. Niet meer te crashen, oké? Ik zal waarschijnlijk crashen bij die snelweg. Als ik daar naar boven moet, omdat het zo smal is. Hier is dat. Kan ik hier... Oh, die bocht is scherper dan ik dacht. Dat was wel vet geweest, als ik naar boven kon driften. Ja, ik krijg echt een beetje mijn slakkengangetje, omdat ik gewoon niet wil crashen. Deze tijd is sowieso helemaal niks. Maar dit was onverwachts. Ik had kunnen verwachten dat dit weer zo'n... Zo'n dual... Ja, dual, hoe noem je dat eigenlijk? Ik zeg dual event, maar dat is niet echt wat het is. Een mix. Een mix van twee verschillende klassen. Dat is het inderdaad. Maar ik zag dit niet aankomen. Net niet onder de 2 minuten. Het zou geholpen hebben als ik nou dus inderdaad die parts erop had gegooid. De nieuwe parts die we hadden. Dan was hij sneller geweest, maar... 55.000. Daar gaan we het vandaag niet meer over hebben, oké? Ik zit nou te twijfelen of ik die race opnieuw wil doen. Want 55.000 punten is wel heel triest. Maar het is eigenlijk niet een hele boeiende race. Dus ik doe dan denk ik liever die drift race opnieuw. Dan gooi ik even die nieuwe parts erop. En dan gaan we kijken of wij 100.000 punten kunnen krijgen. Ik heb nieuwe parts unlocked. Visual parts. Je kan deze gewoon pimpen. Wait, what? Oh, dat had ik niet verwacht. Je kan blijkbaar deze auto pimpen. Alleen hij is dus al gepimpt. Maar, dat was onverwachts. Skirt, skirt! Die lagen er al onder. Wat? Er stond dat ik nieuwe skirts had unlocked. Maar je kan deze auto dus wel pimpen als je dat wil. Oeh. Misschien een beetje raar, maar ik vind het wel passen bij deze auto. Ja. En dan gaan we gelijk van start. Let's go. Hier gaan we dan. 3 keer scheepsrecht, zeggen ze altijd. En ik ga dus proberen om 100.000 punten te halen. Maar dat is voor de summit, niet voor dit event. Dus hoeveel we hier moeten halen, weet ik niet. Al denk ik, als wij die multiplier gewoon blijven behouden, dat het op zich wel goed moet komen. Oeh, dat schudde weinig. Die multiplier mag gewoon niet weg. Dus we moeten continu blijven driften en we mogen niet crashen. We zullen zien. Voorheen hadden wij een score van 200.000 punten, volgens mij. Het moet nou toch wel lukken om richting de 300 te gaan als je die multiplier gewoon behoudt. En ik moet zeggen trouwens, die neon ziet er ook goed uit, hoor. Staat echt wel goed bij de... Oh, nee, driften. Oef. Oh, no. Blijven sliden. Ik kan diepe punten kwijt. Maar de neon staat wel goed bij deze auto, man. Vooral omdat er heel veel van die rode... Oh, god. Accentkleuren zijn. One minute remaining.
Oeh, we hebben een multiplier van 78. Dat is het maximale, volgens mij. Hij is tenminste geel. Oh god. Ik ben oprecht benieuwd hoeveel punten we nou hebben. Vol verwachting klopt mijn hart. Als ik nou minder heb dan net, dan ga ik echt huilen. Dat zou heel raar zijn. En we hebben trouwens ook nos, dat vergeet ik iedere keer, maar... 30 seconden. Oh boy. Hoeveel puntjes? Het kan niet dat we minder hebben. Dat is vrijwel onmogelijk. Ik heb ook het idee dat we een stuk sneller zijn. Nou, dat komt misschien dat ik een paar andere parts op heb gegooid. Al betwijfel ik of dat zo'n groot verschil moet maken. Maar ik denk dat we flink op punten hebben. Laat maar eens zien. Nog steeds met 279? Ik had verwacht ruim over de 300. Wel ruim over de 100.000 punten die we wilden hebben. Dat is nice. 120.000. Hell yes. Dat is sick. Dit verzacht een beetje de pijn voor dat event. Want dat was best wel een flop. 55.000 punten. Die moet ik binnenkort nog even opnieuw doen. Maar ik ga hier in ieder geval de video beëindigen. Waarschijnlijk dat we binnenkort nog een video maken met die overige races. Want die zijn op zich wel leuk om te doen. En ik ben benieuwd naar die Touring Car Skyline. Dus dat gaat waarschijnlijk binnenkort gebeuren. Dus houd sowieso mijn kanaal in de gaten. Voor de rest, vond je het leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.